Voorzitter, dit kabinet bewijst lippendienst aan de gewone Nederlander. Met het volkslied en een aantal zalvende teksten worden we zoet gehouden. Maar intussen worden de boodschappen straks duurder. Intussen krijgen huurders minder huurtoeslag. Intussen moet je onder het minimumloon gaan werken als je een beperking hebt. En intussen is er geen geld voor de eisen van de leraren van onze kinderen. Wat is er wel? Een groot, glimmend Sinterklaas cadeau voor buitenlandse beleggers. Waarde 1,4 miljard euro. Ik vraag de regering, weet de premier wie straks de ontvanger is van dit cadeau? Klopt het dat straks Donald Trump het leeuwendeel van dit bedrag mag bijschrijven? Hoeveel gaat er naar agressieve hedge funds? Heeft men überhaupt nagedacht wat de impact is van deze maatregel? Over positieve effecten kunnen we kort zijn, voorzitter. Economen zien ze niet. Fiscalisten zien ze niet. Het Centraal Planbureau ziet ze niet. De meeste politici zien ze niet. Welk effect heeft het wel? Nederland loopt voorop in de race naar de bodem. In de week dat de Paradise Papers lekten, staan we er slecht op. Dit is slecht voor de reputatie van Nederland. Als een land van belastingontwijking. Voorzitter, er wordt al 10 jaar gelobbyd voor het schrappen van deze belasting. Maar het staat in geen één verkiezingsprogramma. We moeten dit doen omdat de premier het heeft gehoord in gesprekken. Ik vind het buitengewoon triest dat we het moeten doen met gesprekken met anonieme premierfluisteraars. En ik wil zo langzamerhand wel eens weten wie dat geweest zijn. Wat is daar gezegd en is er nu wel of niet gedreigd met vertrek? En als dat niet zo is, wil ik het ook categorisch uitgesloten hebben. Dan wil ik het ook niet voor de voeten geworpen krijgen als een argument onverantwoord omgaan met de banen in Nederland. Voorzitter, de verdediging van dit voorstel vanuit de coalitie is krakkemikkig geweest. De VVD-fractie noemt het een gok, de premier noemt het een noodzaak. De CDA-fractie zegt het was niet ons idee. Buma zegt, jawel, 2 miljoen banen. Pechtold zegt eerst niks en dan, we hebben het samen bedacht. De ChristenUnie is eerlijk, die zeiden het was een meloen om door te slikken. Maar voorzitter, na 5 weken gemodder, schuivende argumenten en gedraai, blijft aan het einde van de dag maar 1 argument overeind staan. En dat is het argument dat de minister-president heeft gegeven. Dat hij het gelooft. Dat hij het gelooft tot in het diepst van zijn vezels. Dat we dus op basis van zijn geloof 1,4 miljard euro gaan weggeven. Voorzitter, zit daar Mark Rutte of is Jomanda het torentje ingetrokken? We gaan toch niet op basis van het geloof van deze man dit geld weggeven? Voorzitter, ik doe een klemmend beroep op de coalitiepartijen. Besteed dit geld in Nederland. Steek het in de goede zorg, in de scholen van onze kinderen, in veiligheid op straat. Stuk voor stuk, vestigingsfactoren waar alle Nederlanders wat aan hebben. Maar ik zeg erbij, als u volhardt, zonder argument, wees dan niet verbaasd over cynisme in de politiek. Geen krokodillentranen meer over herstel van vertrouwen. Wees niet verbaasd over de woede van heel veel Nederlanders. Als je tegelijkertijd laat zien dat je wel luistert naar de multinationals, maar niet naar de noden van mensen nu hier in Nederland. Voorzitter, het advies van de Partij van de Arbeid, schrap deze maatregel, doe het niet. Dank u wel.